Agressie tegen boswachters neemt hand over hand toe. Afgelopen weekend werd er nog eentje zwaar mishandeld in Zwijndrecht. De roep om hen te voorzien van lichte wapens wordt daarom ook steeds luider. Hoeveel last heeft u nou van uh, agressie? Ja, Op een dag als deze erg weinig. Af en toe een, een aanval van een daas of een mug. Maar er zijn wel momenten natuurlijk dat er ja, veel mensen op de Biesbos afkomen en op andere natuurgebieden in Nederland. Uh, in de Biesbos zijn dus dat er zelfs miljoenen. Uh, dat betekent dat er ook een percentage mensen bij zit uh, ja, waarbij confrontaties kunnen ontstaan op het moment dat je ze aanspreekt op gedrag wat niet thuis hoort in de natuur. je u zelf wel eens meegemaakt? Nee, eigenlijk geen uh, fysiek geweld. Uh, wel eens wat, uh, wat beledigingen, uh, maar fysiek geweld gelukkig in, uh, in mijn werk nog niet. Er zijn inmiddels steeds meer collega's van u die daar wel over mee kunnen praten. Hè? Ja, dit jaar uh, al zeker drie incidenten met uh, fysiek geweld. Ook hier uh, vlakbij op het eiland IJsselmonde. Uh, en dat is natuurlijk heel erg triest. Zwijndrecht? Ja, Zwijndrecht inderdaad, waar dat uh, gebeurd is. En ja, dat geeft eigenlijk toch ook uh, onze organisatie weer wat extra motivatie... om die veiligheid voor de collega's toch meer te borgen in de toekomst. Uh, mijn collega's en ikzelf zijn natuurlijk vaak uh, actief in gebieden die super geïsoleerd liggen. Uh, ver van uh, noodhulp vandaan. Uh, in de biesbos zelfs varende soms een uur vanaf de vaste wal. Dat betekent dat je, dat je erg zelfredzaam moet zijn... op het moment dat je in een confrontatie terechtkomt. Op het moment dat je... Een verdachte aanspreekt op een overtreding. Uh, ja, dat betekent ook dat je goed af moet wegen wanneer je dat wel doet en wanneer je dat niet doet. Uh, dat je op met koppels op pad gaat en dus niet individueel acteert uh, in zo'n lastig toegankelijk gebied als de biesbosch. En ja, veiligheidsmiddelen uh, die nu nog niet aanwezig zijn, die worden hopelijk in de toekomst wel uh, toegekend aan die mensen die met handhaving belast zijn. Ja, een hoop mensen die zullen denken van: uh, een bos wachten dat er is iemand die met een geweer over zijn schouders heen loopt, maar die geweer heb ik nooit meer gezien. Nee, wat dat betreft niet. Wij zijn natuurlijk ook wel echt gastheer. En openbare ordeproblematiek, daar kan je natuurlijk zomaar in verzeild raken, ook als boswachter. Maar in principe zijn wij er natuurlijk om mensen te ontvangen in onze natuurterreinen. Ze te wijzen op de toegangsregels. De balans een beetje te bewaken tussen de natuur en de recreatieve waarden van zo'n gebied. En ja, dat betekent niet bijvoorbeeld dat je verwacht dat je met fysiek geweld in aanraking komt. Maar dat kan natuurlijk wel, want ook in een terrein als de spelen zaken als stroperij, hennepkwekerij. Uh, en noem maar wat van dat soort zaken. Uh, en ja, wij zijn veel buiten. Maar zo we weer over de schouders, zou je dat we willen? Nee, maar goed, dat, uh, daar gaat het ook niet om of ik het natuurlijk persoonlijk wil. Het gaat er wel om dat. Of een of? Ja, nee, liever niet. Nee, ik, uh, ik voel me prettiger met een verrekijker om mijn nek. En ik denk de meeste van mijn collega's wel. Want uh, die wilden heel graag boswachter worden. Uh, om inderdaad voor die natuurwaarde uh, te vechten tussen grote aanhalingstekens. En uh, ja, dat je daar middelen voor nodig hebt. Dat heeft te maken met uh, ja, toch een stukje hufterigheid, blijkbaar. Wat in onze maatschappij zit, uh, die niet uit kan sluiten uh, dat jij tijdens gewoon je werk doet. Uh, ja, belast wordt met, uh, met fysiek geweld. Ja, wat zou u dan willen voor uh, wapens? Nou, onze organisatie is bezig met uh, een verzoek bij justitie, om dan onder andere ook uh, onze collega's uit te rusten met een wapenstok en pepperspray. Uh, de collega's die met handhaven belast zijn, die krijgen inmiddels ook al uh, of die dragen handboeien met zich. En dat zijn uh, ja, laagdrempelige fysieke middelen die escalatie eventueel kunnen voorkomen op het moment dat dat uh, ja, toch gebeurt. Maar een vuurwapen bij de boswachters, dat ziet u nog niet zo snel gebeuren? Dat is bij Stolz Bosbeer op dit moment niet aan de orde.